Ja, Wouter Bos. We kennen u als minister van Financiën, partijleider en nog een aantal functies. Dat was een drukke baan. En nu zit u hier ontspannen in zo'n polootje, of hoe noem je het, een truitje. Hoe erg is het? Jongen. Paul Witteman is ook onder de mensen geweest. Ja. Zo. Hoe erg is het? Hoe erg is... Ja, de ontwenningsverschijnselen. Oh, dat valt gelukkig nog wel mee. Ja. Wat doet u dan? Nou, ik ben de afgelopen weken nog steeds partijleider geweest. Dat ben ik tot overmorgen. Dus ik was ook gewoon formeel nog verantwoordelijk voor een paar dingen. Maar heb natuurlijk in de praktijk alles samen gedaan met Job Cohen. En er waren een paar grote klussen. We moesten een verkiezingsprogramma schrijven. Er moest een kandidatenlijst komen. Ik had de tijd om een paar dingen op een ordentelijke manier over te dragen aan Job. Dus ik had een aantal dingen om mezelf bezig te houden. En ik kon het grote zwarte gat daarmee op afstand houden. Maar dat zit wel in uw hoofd, dat u daar aan moet werken. Dat het straks nou, iedereen waarschuwt je ervoor. Wat zeggen ze dan? Dat zal niet voor niets zijn. Nou, ik kreeg een ontzaglijk aardig mailtje van Jan Pronk. Die zei, kijk nou uit voor dat zwarte gat straks. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar... Misschien, kijk, politiek is... Ik denk dat het nog het meeste te maken heeft met het feit dat politiek een heel verslavend vak is. En dat los van het feit dat je zo enorm hard werkt, sta je ook nog eens een keer enorm in de aandacht. En ik vermoed, maar ik weet het niet, ik vermoed dat vooral het wegvallen van die aandacht, dat opeens niemand meer vraagt wat je eigenlijk ergens van vindt, dat je allerlei dingen kunt zeggen en dat er opeens geen camera of microfoon bij is. Misschien dat nog wel hetgeen wat mensen het meest van moeten afkicken, wat ze het slechtste trekken en wat dat allerlei ontwenningsverschijnselen zijn. Maar je kunt toch nooit ophouden met Wouter Bos te zijn? Dus ook over 5 jaar weet iedereen nog wie u bent, hoe u heet. En die zullen dan altijd nog vragen van hoe gaat het, kom je weer een keer terug of zo. Dat houdt volgens mij nooit meer op. Nou, mensen weten nog steeds wie Fred Emmer is. Ja. Bertel? TV-presentator, toch? Ja. Kijk. Nou ja, maar dat vind ik, dat is ook niet erg. Ja. Maar dat is iets heel anders dan dat je er ook toe doet. Of dat je invloed uitoefent. Of dat er om je mening gevraagd wordt. En wat ik hoor, want ik ben zelf natuurlijk ruim 7 jaar partijleider geweest. En ik heb ook oud-politici gehoord die er enorm mee zaten. Dat op het moment dat ze afscheid hadden genomen van de politiek, hè, in de tijd dat ik de leiding had, dat er niet meer om hun mening werd gevraagd. En dat ze zich opeens bijna afgedankt voelen. Dus kennelijk is dat een reële dreiging die er ligt. Nou ja, ik heb me hier goed op kunnen voorbereiden. Dat was bij mij natuurlijk niet een beslissing van de een op de andere dag. Dus ik ben daar verder niet zo bevreesd voor. En ik vind vast en zeker ook wel weer wat om mijn dagen mee te vullen. Zullen we eens kijken naar wat u gaat missen? Nou, dat is dit. Ja. Word je soms niet moe van een Wouter Bos te zijn? Ja. Prachtige avond, prachtige uitslag. Ik denk dat het belangrijk is dat politici voor ze de politiek in gaan eerst zeg maar echt werken en een beetje in de samenleving rondkijken. We hebben besloten een bod te doen op alle activiteiten van Fortis Bank Nederland, inclusief het Fortis deel van ABN AMRO. Ik heb vandaag mijn fractie verteld dat ik inderdaad zelf het kabinet in zal gaan. Dankjewel. Okay. We zullen hem verstoppen. Mijn naam is Wouter Bos en als je met me fokt, ben je zeker de klos. Als Afellay ons deze zomer naar het wereldkampioenschap toeschiet in Zuid-Afrika, heeft het niks te maken met dat hij moslim is, maar gewoon een goede voetballer. Het is een beetje gemêleerd wat we laten zien. Is er iets tussen waarvan je denkt, ja, dat ga ik echt missen? Katja Schuurman. Nou. Ja, die is moeder geworden. Die is moeder geworden. Samen. Gefeliciteerd dat het op deze manier mag. Ja, ik denk dat ik ook de aandacht ga missen. En overwinningen boeken. Of je nou een sportman bent die een wedstrijd of een titel wint, of een politicus die een verkiezing wint. Dat is een van de mooiste dingen die je kan gebeuren. Nou ja, daar zag je daar een paar voorbeelden van. Dat zal ik ook missen. Daar staat iets tegenover. Maar ik vermoed dat jullie ook een compilatie klaar hebben liggen van dieptepunten van de afgelopen 7 jaar. Had u dat graag gewild? Nee, maar dat is wel het vak. Ja. Ik bedoel, er zijn ook een boel momenten geweest die ik niet zal missen. Want het is natuurlijk ook een vak waar je ongelooflijk door het slijk gehaald kan worden. Waarin iedereen een mening over je heeft.
Ongeacht of dat nou altijd even gefundeerd is. Dus, en toch ga je maar door. Hè? Dat is ook een kant van de politiek. En die is niet altijd om vrolijk van te worden. En die zal het niet missen. Hoe heeft u daar... Want dat is natuurlijk een punt. En het lijkt alsof de Partij van de Arbeid daar ook nog wel behoorlijk een aantrekkingskracht op heeft. Veel mensen zijn boos op die partij. En ook vaak op de mensen die gezicht geven aan die partij. En ze waren ook vaak boos op u. Heeft u idee hoe dat komt? Ja, ik weet nou niet of dat nou meer op mij sloeg dan op anderen. Ik ben wel een politicus geweest die altijd in mijn eigen partij heel veel aanhang had. Maar die ook bij andere partijen heel veel negatieve gevoelens los kon maken. En dat had onder andere te maken met dat toen ik de Partij van de Arbeid aantrof in 2002... en we de grootste nederlaag uit de geschiedenis hadden meegemaakt... 23, heel veel zetels verlies, iets van de 20 zetels of zo. Toen moest die partij ook wel vernieuwd worden. En je, op het gebied van hoe we over integratie dachten, of hoe we onderwijs dachten, of over marktwerking of inkomenspolitiek, allemaal dingen waar we echt moesten vernieuwen. En dat lukt je alleen maar door daar met een zekere scherpte ook een standpunt over in te nemen. En dan weet je dat er ook mensen boos worden en dat je dat debat ook op moet zoeken. Maar dat was ook mijn taak, omdat die partij anders niet in beweging te krijgen zou zijn. Maar dat is partijgerelateerd. We laatste interview met nummer 2 van de Partij van de Arbeid, ja. Al Bayrak. En die zei, nadat ze de loftrompet op u had geuit overigens... hij behoort wel tot de type politici waar tot mensen... Generatie. De generatie politici waar mensen een middelvinger voor opsteken. Ja, nee, dat is waar. Krasse uitspraak, eerlijk gezegd. Ja, maar ik denk, als ik mag gokken wat ze bedoeld heeft... Ik ben politicus geweest vanaf 98 tot 2010. En ik werd partijleider in 2002. En als er nou iets kenmerkend is geweest voor die jaren... is dat er een enorme golf van populisme in Nederland. Linkspopulisme, rechtspopulisme is opgekomen. De moord op Pim Fortuyn was natuurlijk moord op Pim Fortuyn, moord op Van Gogh, opkomst van LPF, opkomst van Rita Verdonk, opkomst van Geert Wilders. En iets wat we in de Nederlandse politiek nog nooit in die heftigheid gekend hadden. Mm-hmm. Namelijk dat mensen geen enkel geloof meer hadden in de traditionele middenpartijen... die traditioneel verantwoordelijk waren voor het beetje behoorlijk besturen van het land. En dat er anti-regentendom, dat soort dingen opkwamen. Het is wel precies die periode in de politiek geweest... dat ik actief was, dat ik leidend was, dat ik zichtbaar was... En dat ik dus met een aantal anderen die het ook in die periode hebben meegemaakt... daar ook wel voorwerp van kritiek was. En zo is het nou helemaal. Maar kijk, in die periode heeft u de grootste verkiezingsoverwinning geboekt voor de partij ooit. En tegelijkertijd zitten er in die periode ook heel veel dieptepunten... en dat er echt met u de kachel werd aangemaakt in nare opmerkingen en wat dan ook. Allemaal in diezelfde periode gericht op dezelfde persoon. Ja. En denk je dan nooit van, doe ik iets fout of ik hou ermee op? Of, natuurlijk denk je dat je wat fout doet. Ik bedoel, ik weet niet of we de verkiezingen van november 2006 hadden kunnen winnen. Ik bedoel, een zittende premier verslaan op het moment dat het met de economie weer wat beter gaat... dat is in de geschiedenis eigenlijk nog nooit echt gelukt. Maar we hebben zeker door eigen fouten in die campagne van eind 2006... de kans op een overwinning heel klein gemaakt. Dus natuurlijk, ik heb ook fouten gemaakt bij de Europese parlementsverkiezingen. Vorig jaar zijn ook fouten gemaakt, dus... En in zekere zin, als je maar weet dat het fouten zijn... dan kun je er ook makkelijker mee leven. Want dan weet je ook wat je de volgende keer beter moet doen. Ja. Wat ons opviel, is dat we toen dat mislukt was in die campagne... dat u er eigenlijk niet zo goed tegen kon. En dat u zei dat de politiek in die tijd een beetje vuil spel was. En u richtte zich persoonlijk zelfs tot het CDA, laten we even gaan kijken... waarin u kwetsbaar, als je goed naar dat gezicht kijkt... heel kwetsbaar zei, jongens, kan het niet op een andere manier? Ja. Jan-Peter Balkenende, we hebben grote verschillen van mening over inhoudelijke zaken, de toekomst van Nederland, hoe het gaat met de zorg, hoe het gaat met het ontslagrecht, hoe het moet gaan met de huren. Laten we het daarover hebben en laten we ons niet verlagen tot het niveau van persoonlijke verdachtmakingen. Dat doet de politiek geen goed, dat doet ons geen goed. En ja, het maakt de mensen ook niet veel wijzer over waar het echt om hoort te gaan in deze verkiezingscampagne. Dat was in het weekend dat Balkenende eerst had gezegd... u liegt en u draait, hè? Op een radiodebat was het. En ik geloof dat dit zondagavond was. Dit is de laatste maand, anderhalve maand... van die verkiezingscampagne geweest in 2006. En ik heb ooit een keer gezegd over die verkiezingscampagne... dat ik mijn intuïtie kwijt was. Mm-hmm. Dit is denk ik het meest treffende moment van hoe ik... Dit was de stommeste reactie die ik kon geven. Kijk, als je vindt dat een politieke tegenstander je onheus behandelt... kun je twee dingen doen. Of je mept met gelijke wapens terug. En liefst nog harder en nog vuiler. En dan laat hij het echt wel uit zijn hoofd de volgende keer. Of je gaat erboven staan. Maar je gaat niet zielig gekwetst zo vragen van... doe dat alsjeblieft niet nog een keer. En dat was eigenlijk wel wat hier gebeurde. Was er dan niemand die tegen u zei... Wouter, dat moet je niet doen? Nou, de klassiek voorbeeld van hoe zo'n fout gemaakt wordt...
onverwacht interview, niet voorbereid, wordt opgenomen, alleen achteraf kun je spijt hebben, gebeurd. Het was niet bedacht, het was een toevallig... Nee, het was helemaal niet. Dat interview ging ergens anders over. Ik was op een werkbezoek volgens mij bij veteranen van de landmacht. Ging dus over een heel ander onderwerp. En Den Haag Vandaag kwam langs. En opeens kwam die vraag ook. En ik zei dat. Ik had dat met niemand overlegd. En als je intuïtie werkt, dan zeg je precies het goede van dat moment. Als je intuïtie faalt, dan krijg je dit soort dingen. En dat is, ja, er zijn gebeurt. Mensen die analyses hebben gemaakt die zeggen dat u liegt en u draait, dat heeft eigenlijk aan hem gekleefd tot het besluit om uit het kabinet te stappen. Omdat ze dachten, en nu laat hij dat los. Hij wil nu nog een keer het gevoel krijgen dat hij draait, of de beschuldiging krijgen dat hij draait. Dat heeft er altijd aan gekleefd. Ja, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Het is, ik bedoel, dat liegen en draai argument, dat is niet begonnen in 2006. Hè? Mm-hmm. Het CDA heeft dat in 2002, 2003. We hadden een grote overwinning geboekt in januari 2003. We gingen onderhandelen om in het kabinet te komen. De Irak-oorlog brak uit. Wij waren tegen. Toen is het CDA begonnen met het verhaal van, hey, ze zijn gedraaid. Want eerst waren ze voor en toen zijn ze tegen. En het mooie van de commissie Davids is dat die een heel hoofdstuk hebben besteed in hun rapport om te laten zien dat dat een CDA-verhaal was wat van geen kanten klopte. Maar dus er zit ook een element daarin van gewoon politiek spel en verdachtmaking richting tegenstanders. En daar moet je adequaat op reageren. Dat hebben wij niet gedaan. Laten we hebben over de beslissing om te stoppen. Kunt u zich nog het moment herinneren waarop u dacht, en nu ga ik naar buiten toe en ik zeg, ik stop ermee? Ik bedoel, het allerdefinitiefste moment dat ik dat wist, was vrijdagavond 26 februari. En ik vermoed dat ik het die avond... Ik was gewoon thuis, ik was met mijn vrouw erover aan het praten. En van dit jaar dus. En ik heb het toen... Ik geloof dat we het niet eens tegen elkaar hebben uitgesproken toen. De volgende ochtend zat ik in de auto op weg naar een campagnedag voor de gemeenteraadsverkiezingscampagne. Toen heb ik Job opgebeld en nog een paar andere mensen. En zeg, jongens, het is nu echt definitief. Ik bedoel, jullie wisten dat het eraan zat te komen, maar... Nu is het echt definitief. Had u dat ook, die beslissing ook genomen als u heel erg hoog in de peiling had gestaan? Nou, we waren op het moment dat ik die beslissing toen nam, waren we juist weer enorm aan het stijgen. Wel aan het stijgen, maar nog in het verste verte niet de grootste partij. Nou, op het moment dat ik opstapte, werd er alle kranten geschreven rond die dagen. Het gaat straks weer gewoon over PvdA, CDA, PVV. Wie wordt de grootste? Voor mij was het juist moeilijk om op dat moment... Als je jarenlang in een dal hebt gezeten, jarenlang bent beschimpt, en toch het gevoel hebt gehad dat je door moest gaan omdat je vond dat je verantwoordelijkheid moest nemen en de goede dingen deed voor het land. En je hebt op een gegeven moment die opgaande lijn weer te pakken. En er wordt weer gepraat over een mogelijk premierschap van Bos of PvdA misschien toch de grootste. Dan is het in zekere zin best moeilijk om juist dan ook te zeggen van, nou ja, ik denk dat een ander beter die laatste etappe kan afleggen dan ik. Dat speelde voor mij geen rol. Het was dus wel degelijk alleen maar een persoonlijke afweging die te maken had met de gezinsomstandigheden. Het was absoluut een persoonlijke afweging die te maken had met de gezinsomstandigheden. Ik ben wel geholpen bij het maken van die beslissing doordat ik wist dat Job Cohen beschikbaar was. Ja. En ik erg veel vertrouwen had in wat hij zou kunnen doen voor de partij, maar vooral voor het land. Dus als hij er niet geweest was, dan had u nog moeten zien? Nou, ik hoop dat ik dan net zo sterk zou zijn geweest en net zo overtuigd voor mijn gezin zou hebben gekozen als nu. Ja. Maar dit heeft het echt een stuk makkelijker gemaakt. In de Volkskrant staat een interview morgen in het magazine. Ja. Wij mochten dat al zien. En daarin beschrijft u de situatie van uw vroeger thuis. Namelijk dat uw ouders gescheiden zijn en dat voor een deel dat te maken zou hebben gehad met het feit dat uw vader zo ontzaglijk hard werkte en te weinig aandacht besteedde aan zijn gezin. Is dat iets wat in uw hoofd mee heeft gespeeld? Nou, ik lijk in een heleboel opzichten op mijn vader. En mijn vader is een klassieke Calvinist, zoals ik dat ook ben. En als je dan ook nog socialist bent, dan heb je de neiging om heel hard te werken. En enorm bezig te zijn met de mensheid. En vergeet je nog wel eens aandacht te hebben voor de mensen die heel dichtbij zijn. En dat hebben we, die neiging hebben we allebei. En dat heeft vast en zeker ook in het huwelijk tussen mijn ouders een rol gespeeld. En mijn vader is de eerste die zich dat realiseert. En we kunnen daar tegenwoordig ook gelukkig prima met elkaar over praten. Ja, ik draag dat natuurlijk ook allemaal in me mee, wat ik heb zien gebeuren en de beslissingen die ik nu daar zelf over heb genomen. Dus dat u denkt, dat zal mij niet overkomen?
Of is dat te eenvoudig? Maar als ik dat zou zeggen, vind ik dat ik mijn vader onrecht doe. Ik bedoel, hij heeft ook verschrikkelijk veel goeds gedaan voor mij en voor mijn gezin. Zijn politieke interesse is waarschijnlijk ook de belangrijkste reden dat ik de politiek ben ingegaan. Dus je neemt van je ouders wat dat betreft een heleboel positieve en misschien soms ook wat minder positieve dingen mee. Laten we nog even gaan, als u het goed vindt, naar dat moment van beslissen. Want u hebt alles eerder ook gezegd, als je premier wordt, en die kans is aannemelijk, ja, als je behoort bij een grote partij, zoals de Partij van de Arbeid er een is, en als je daar de leider van bent, dan moet je dat eigenlijk gaan doen voor 2 keer 4 jaar. Voor 8 jaar. Dus er is ergens een moment dat je denkt, nu kan ik het niet meer doen. Als ik tenminste het commitment wat ik aan mijn vrouw en kinderen heb gegeven wil waarmaken. Wanneer was dat moment? Dat was in 2005. Toen gingen we ervan uit dat de volgende verkiezingen zouden zijn in 2006, 2007. Hè, als het kabinet Balkenende eindelijk eens een keer wel de rit uit zou zitten, dan zou dat waarschijnlijk in 2007 zijn geweest. Als ik het goed heb. En toen hebben wij thuis daarover gepraat en dachten, nou ja. Stel dat je dan als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid het zo goed doet dat je zelfs premier kunt worden. Dan kunnen we met z'n allen dat 8 jaar aan. En dan is het over en dan ga je maar wat anders doen. Dat was het moment. Dus op het moment dat die verkiezingen waren geweest en u wist dat u niet die premier werd, toen was het eigenlijk al klaar. Ja. Maar dan moet je nog. Ja, dan moet je nog. En dan draag je eigenlijk 3, 4 jaar lang een geheimpje met je mee. Wat je niet publiek kunt maken. Omdat als je als leider van de Partij van de Arbeid publiek laat weten dat je niet doorgaat, dan kun je meteen ophouden. Mm-hmm. En als je zegt dat je twijfelt of het niet zeker weet, kun je ook meteen ophouden. Dus je gaat door. Je moet jokken. Je moet jokken, ja. Dat maakt het gezag van een politicus er niet beter op, nee, denk je wel? Nee, maar ze doen het wel allemaal. Maakt de zaak er zeker niet beter op. Nee, maar ik bedoel, Jan Marijnissen zei ook dat hij de volgende lijsttrekker was, totdat hij op een persconferentie zei dat hij ermee ophield. Alle leiders, in wat voor functie dan ook, op het moment dat ze publiekelijk gaan twijfelen over hun eigen leiderschap, kunnen ze naar huis. Dan hou je het niet vol. Maar in 2006 wilde het wel. Premier worden. 2006. Klopt het wel? Dat is die ene keer. Hè? Die ene keer. Ja, want als ik even terug mag gaan naar 2003. Ik heb altijd met respect gesproken over de beslissing die u genomen heeft voor uw gezin, net als Camille Eurlings. In 2003 steeg de Partij van de Arbeid ineens heel fors in de peilingen. Toen leek het premierschap ook te naderen. Klopt het dat uw vrouw toen ook heeft gezegd, nu nog even niet? Nee, dat was bij ons thuis niet geregeld. Maar ik heb wel toen zelf 2 redenen gehad om toen niet zelf het premierschap te gaan en Job Cohen toen al te vragen. Eén daarvan was dat ik was, die verkiezingen waren in januari geloof ik, we waren net getrouwd in december. We wilden een gezin beginnen. Ik vond het niet verstandig om dan ook meteen premier te worden. Oké, maar dat was in feite dan toch wel dezelfde reden. Daarnaast, ik was totaal onervaren. Ik was net 2 jaar staatssecretaris geweest. Ik was bij wijze van spreken per ongeluk lijsttrekker geworden. We zaten heel laag en opeens begonnen te stijgen. Ik dacht oprecht dat er andere mensen waren die beter opgewassen waren tegen dat zware ambt van minister-president dan ikzelf. En Job Cohen voorop. En dat vind ik nog steeds. En dan ben ik ook blij dat hij nu de lijst gaat trekken. Nou is het natuurlijk zwaar om 8 jaar premier te zijn. Want dat was dan een periode waarin daar moet je voor beschikbaar zijn. Ja. Bovendien had hij ook nog de functie van partijleider daarbij. En vicepremier. Maar als je straks gevraagd wordt om minister te worden, heeft u maar 1 baan die maar 4 jaar duurt. Ja. Gaat u daar ja tegen zeggen? Nee, ik zal Job adviseren die vraag niet te stellen. Omdat u dan ja zou willen zeggen? Nee, omdat ik echt denk dat Job op geen enkele wijze voor de voeten moet lopen. En dat betekent in de praktijk dat je gewoon beter even van toneel kunt blijven. Minister voor het gezin. Ja, het is goed met je. Ja. Merken ze er iets van, trouwens, die kinderen van u, dat u over wat vaker thuis bent? En... Ja, langzaamaan, ja. En waarderen ze dat of verlangen ze weer naar de dienstauto die u komt ophalen? Nee, nog niet. De chauffeur, nee. Een van mijn dochters had een heel bijzondere relatie met de chauffeur. Die heeft wel een paar dagen gemist, geloof ik. En volgens ging ze weer buiten spelen. Dus dat komt allemaal goed. Heeft u zich nou nog geërgerd? Want kijk, we hadden het net over betrouwbaarheid en vertrouwen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet hebben geloofd dat dit de werkelijke reden was voor uw besluit. Ja. Siska Dresselhuis bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld hier aan tafel. Ja. Maar goed, het was niet alleen aan deze tafel. Het al 40 jaar was voorgelogen door mannen. Ja. Oh. Dat heeft ze zelf gezegd. Ja. Maar ergert dat? Of is het van, zo wat? Nee. Nou ja, ook hier geldt. Ik heb me erop voor kunnen bereiden. En was voorbereid op mentaal, voor zover je dat kunt. Op dat ik helemaal met de grond gelijk gemaakt zou worden.
gezegd zou worden dat het onverantwoordelijk was en dergelijke. En ongeloofwaardig. Dat is gelukkig eigenlijk nauwelijks gebeurd. Dat zal mede te maken hebben met het feit dat een paar uur nadat ik opstapte, Job natuurlijk naar voren kwam en zich kandideerde. Dus het was gewoon allemaal netjes geregeld. Weet je, misschien leer je daar ook gewoon in het vak van de politiek mee omgaan. Je leert in de politiek dat een heleboel mensen heel makkelijk en heel snel oordelen over je hebben. Terwijl ze er misschien niet altijd evenveel van af weten. En dat was nu ook zo. Dus... Nou bent u hier natuurlijk niet alleen op zo'n positie gekomen omdat u een groot talent hebt. Maar ook omdat je een grote ambitie hebt. Je wilt wat. Je wilt hard werken. Je wilt veel doen. Toch? Dag in, dag uit weer. Die ambitie is niet weg, neem ik aan. Nou, de ambitie om, om de komende jaren heel ver in de politiek te komen, die is vanaf zondag om een uur of drie, denk ik, is die weg. Maar dan moet er wat anders met dat talent gebeuren. Ja. Een richting? Nou, buiten de politiek sowieso? Of? Ja, ik zal altijd wel op de een of andere manier betrokken willen blijven bij nadenken over waar we naartoe gaan met Nederland. En hoe je grote problemen waar we allemaal mee te maken hebben op een beetje fatsoenlijke manier met elkaar kunt oplossen. Dat is toch de essentie van politiek. En dat heeft mij altijd bezig gehouden. Dat berg ik niet op. Maar nogmaals, Job Cohen is de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Dus daar moet je niet zijn? Ik moet niet in zijn buurt zijn. Nee, maar zou je kunnen zeggen wel de publieke zaak graag willen dienen? Of kan het ook een bank zijn? Of kun je het combineren, een Nederlandse bank? Nou ja. Ik weet het oprecht niet, maar ik kan me langzamerhand moeilijk voorstellen dat ik helemaal... Ik heb 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt voordat ik naar de politiek ging. Ik zie mezelf niet helemaal terugkeren naar het bedrijfsleven en alleen maar weer puur winst en commercie dienen. Daarvoor ben ik denk ik te verknocht geraakt aan de publieke zaak. Dus dat blijft de toekomst? De publieke zaak? Iets, in ieder geval altijd al is het maar met je kleine teen daaraan verbonden blijven. Frits, jij weet meestal veel. Weet jij al wat het is eigenlijk? Nou, ik hoor wel dat die Nederlandse bank wel volop speelt. Want Nout Wellings zit niet zo heel lang meer zitten. Dus, en het zou een prima functie voor hem zijn, geloof ik. Ik heb de afgelopen tijd heel veel gesprekken met Wouter Bos gedaan. Een bewegingsgesprek met de minister van Financiën. En volgens mij zou hij het wel kunnen. Ja, maar even u, los daarvan, nee, die aanbeveling heeft hij niet nodig. Nee, ik zeg er geen nee op, maar ik zeg er ook geen ja op. Nee, en Nout Wellings zit er voorlopig nog en doet het prima. Wat nou, niet zo lang. Zeg of jij moet die kant op. Ja. Ga ik snel doen. Ja, ik hoop dat Frits dan ook begrijpt dat hij zijn... Niks dat is. Ja.